als asielzoeker zit je daar hier naar te luisteren. En niet, niet, ze zullen het niet allemaal verstaan. Ja. Maar stel dat ze het zouden verstaan, dan word je toch tamelijk wanhopig... en denkt van, nou die crisis-situatie, dat gedwongen buiten slapen. Eh, ik, het was van mensen die vijftien verschillende opvangcentra ja, hebben heel erg. Die luisteren nu en niet om de schuld eh, ja. hier neer te leggen, maar daar word je toch wel open van. Ja, en dat worden sommigen ook. Als u het relaas van uh, collega Koen Schuiling van Groningen, van de veiligheidsregio Groningen, waar Apel ligt, als u die hoort, die heeft het vandaag weer verteld. Ja, dat is gewoon erg. En weet u wat het allerergste vindt? De beelden van nu zijn alweer ernstiger dan een maand geleden. Hè? We zeggen nu eigenlijk elke week tegen elkaar: het kan niet langer Terapel. Het wordt steeds ernstiger. Ja, daar moet ook worden ingegrepen. Wat doet, dat met we... u? wat doet dat met u als u weer. Nou, ik voel me, me in ieder geval enorm ge 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 geprikkeld, ook al vind ik nog steeds een is om toch morgen weer. Aan tafel te zitten met de staatssecretaris en mijn collega van Groningen. Om in ieder geval voor Ter Apel op korte termijn te zorgen dat we wat draaglijke omstandigheden krijgen. Kijk, wonderen gaan we morgen overmorgen niet realiseren. Maar dat moet wel wat we nu zien. dat moet echt anders. Mensen die achter een hek zitten en het eten krijgen. Ik heb altijd gedacht uh, wat we in Frankrijk hebben gezien. Gaat die maar eens een prijs uh, langs de periferiek. Dat gaan we in Nederland niet zien. Maar helaas zitten we daarop. En ik vind het echt een schande voor ons land. Schande.